En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zaterdagavond en ja, het is balen. Ik had nu eigenlijk vandaag had ik in de Efteling moeten zijn, Negenpleinenfestijn. Ik bouw echt dat ik vrijdag of zaterdag deze week niet kan. Ik heb een weekendje eventjes. Ja, dat ik even niet naar de Efteling kan. Even wat andere dingen te doen. Morgen moet ik overwerken. En ik moet morgen om 6 uur. 6 uur moet ik op de zaak zijn. 6 uur in de ochtend. En dan ga ik even een paar uurtjes even overwerken. Nou is dat helemaal niet erg. Maar ja, als ik naar de Efteling ga, dan ga ik voor het Negenpleinenfestijn. En dan ben ik pas weer om een uur of ja, ene ben ik dan weer thuis. En ja, dat gaat gewoon niet als ik dan weer 6 uur moet, op de zaak moet zijn. Dus moet ik 5 uur op. Dus heb ik maar 4 uurtjes ontslapen en dan kan ik alweer aan de slag. Dus het is allemaal een beetje kort allemaal. Dus ik sla even een weekendje over. Even een weekendje, geen Efteling. Maar volgende week, precies ook op een zaterdag, dan ben ik weer in... Dan ben ik er weer en dan ga ik weer naar het Negenpleinenfestijn. Kevin die zou in eerste instantie niet meegaan, maar toen die hoorde dat ik, ja, dat ik zaterdag weer ga, ja, wilde hij toch weer mee. Dus ja, ik ben in ieder geval volgende week samen met z'n drietjes. Ik, Ramon en Kevin. En dan gaan we gewoon weer lekker naar het Negenpleinenfestijn. Ik weet nog niet hoe laat ik ga. Ik ga in ieder geval niet 13 uur zoals vorige week. Ik zorg gewoon denk ik dat ik om een uur of 1, 2 weer in de Efteling ben. En dan, ja, dan gaan we gewoon weer voor het Negenpleinenfestijn. Deze week dus eventjes geen Efteling. Deze weekend is eventjes rust. En dat is ook wel eens lekker, want rust heb ik ook wel eens nodig. Morgen ga ik dus werken. Toch wel even wennen wezen. Op mijn vrije zondag om 6 uur op. Dus het zal wel een enorme tegenvaller zijn. Maar ja, dat, die dingen die gebeuren. Vandaag lekker boodschappen gedaan. Ik heb weer eens eventjes cola gehaald. En ik heb mijn hele koelkast volgegooid met energy blikjes. Dus ik ben weer lekker aan de energy. En ja, morgen dus werken. Ja, ik bouw wel ontzettend, want ik had echt ontzettend graag naar de Efteling gewild. En ik wil nu wil ik eigenlijk elk weekend naar de Efteling, omdat natuurlijk het Negenpleinenfestijn er is. En het Negenpleinenfestijn is iets wat je niet kan missen, want het is echt supergezellig. Met het feest op de Negenpleinen en dan om een uur of 11 zo ongeveer, dan begint Aquanura met Chesto. Dat is echt wel super deluxe en ja, dat is wel een ontzettende happening. Dus ik, ja, ik baal een beetje. Ik heb een korte weekend en ik baal dat ik niet naar de Efteling kan. Maar ja, aan de andere kant de uren die ik nou weer kan gebruiken, die ik nu weer verdien. Op de zondag krijg ik daar het dubbele voor, dus dan kan ik weer lekker, heb ik weer wat uurtjes extra voor naar de Efteling te gaan. En ja, die uren kan ik ook gebruiken. En dan kan ik misschien nog eens een keertje op een vrijdag eventjes een keer lekker naar de Efteling gaan. Nou, het is in ieder geval weer bloedheet weer is het weer. Ik heb er net een livestream gedaan. Dat was niet echt een succes. Er waren maar heel weinig mensen. Ik was voor mij op een gegeven moment, toen was ik alleen nog maar met Kilana de laatste half uurtje of zo. Toen heb ik hem maar weer uitgezet. Verder heb ik nog de Efteling podcast heb ik opgenomen met Kevin van de week. En die moet ik ook nog editen. En ik wil deze vlog ook nog even online zetten. En binnenkort de Tilburgse kermis. Daar zal ik wezen met Kevin, met Ramon en Rianne. Jullie kennen Rianne van de vlog naar het strand toe. Dus dat wordt wel ontzettend leuk om naar de Tilburgse kermis te gaan. En dus aanstaande zaterdag gaan we dus naar de Efteling voor het Negenpleinenfestijn. Het wordt de allereerste keer voor Ramon.
dat hij bij het Negenpleinenfestijn aanwezig is. Dus Ramon, ja, die had al beelden van mij gezien. En die belde eigenlijk dat hij vorige week niet kon. Dus ja, die wilde nou al ontzettend graag dat we een keertje in het echt meemaken. Hij heeft de beelden gezien, hij vond het hartstikke leuk. En ja, Ramon moet sowieso toch nog even een keer even snel langskomen. Want Ramon, als je dit ziet, het begint alweer van mogen te hangen. Dus kom maar op met die tondeuzen. Je mag het weer even een keertje kort scheren, want ik word helemaal gek ervan. Ik heb echt, het haar gaat weer alle kanten op staan. Mijn nek, haren, dat is helemaal weer lang. Ziet er niet uit allemaal. Kijk hoe het eruit ziet. Potverdorie. Allemaal hartstikke lang. Weg ermee, allemaal. Foetsie. Alles lekker kort. Nou, voor de rest ga ik ook nog eventjes, dus dadelijk even volop editen. Ik ben de vlog van de Winter Efteling ben ik nu online aan het zetten op It's Utrecht Theme Park. Want ik moet eigenlijk zo snel mogelijk wil ik alle video's online hebben die ik al heb. Die wil ik zo snel mogelijk hebben, want dan kan ik gaan beginnen met It's Utrecht Theme Park. Super deluxe. Dus dan kan ik daarmee beginnen. En dan zullen dus op dit kanaal zullen dus 10 minuten vlogs van de Efteling komen. En op het Utrecht Theme Park komt het gehele, de gehele reportage, de gehele dag van de Efteling. En dat zijn, ja, jullie weten het, af en toe wel eens films van 2,5 uur. Maar kijk ze gewoon van begin tot eind. Je kan ze ook in stukjes kijken. Je hoeft niet gelijk in één keer, in één ruk 2,5 uur te kijken. Je kan ook gewoon zeggen van, joh, weet je wat je doet? Weet je wat ik doe? Ik kijk een stukje en bij YouTube, als je ingelogd bent, kan je ook kiezen van laten verder kijken. Dus dat is wel ontzettend handig. En dan stop je hem, druk je op later verder kijken. En dan de andere keer, als je dan, als je dan weer een stukje wil kijken, ga je naar je later toevoegen of later bekijken, heet dat. Ik weet niet meer precies hoe het heet, maar die optie is er en dan kan je gewoon en dan begint het gewoon waar je gestopt bent. Dus dat is wel ontzettend handig is dat. Dus je hoeft niet alle vlogs in één keer te kijken, maar je kan gewoon die vlogs kan je gewoon later bekijken. Dat is echt wel handig is dat. Een tip. Nou, ik heb verder niet veel meer te melden jongens. Ik heb niet veel meer te melden. Ik had eigenlijk nog naar Schiedam moeten, maar dat gaat niet door meer. En het is al laat en ik moet ik moet morgen weer vroeg op. Dus ik maak het vandaag ook niet al te laat. Ik ga vroeg naar bed toe. En om 5 uur gaat het wekkertje. Want om 6 uur moet ik weer op de zaak zijn. Voor het Benissengebied. Voor het Benissengebied sta ik ingedeeld. Dus nou, de katten die leggen ook hier. Bakito die legt al de hele middag en avond legt hij op de gang. Vindt hij heerlijk. Is helemaal gek op om een plekje te zoeken. Kijk, daar legt hij. Leg hier lekker, vriend. Kijk, Bakito die zoekt altijd een plekje een beetje beschut. Hier is niet veel zon. En hier is niet zo echt zo heel erg benauwd. Ja, het is overal benauwd, maar het is hier wat minder. Dus dat vindt hij wel ontzettend lekker, vindt hij dat, om even zo'n plekje op te zoeken. Dat hij toch wel een klein beetje beschut legt. Ja, en ik heb eigenlijk al de hele dag heb ik eigenlijk al het raam open, de deur open. De deur heb ik even net dicht gedaan, want ik ben net nog even bij mijn buurman geweest. Bij mijn buurman ook even gegeten. En ja, dan wordt het vandaag vroeg naar bed en morgen weer vroeg op. En meestal is het een uurtje of 3, 4. En dan is de dag alweer om. En dan heb ik toch weer wat lekker wat bijverdiend qua uurtjes. Nou, ik moet eigenlijk de tuin nog even sproeien dadelijk. Ga ik daar ook nog even doen. En ja, voor de rest legt de tuin er nog netjes bij. Alleen het is allemaal kurk en kurk droog. En het wordt volgende week wordt het ook weer warm. Dus voorlopig ziet het er nog niet naar uit dat het gaat regenen. Zou wel goed wezen. Weer een beetje regen. Voor mij mag de regen komen vandaag. Liever vandaag dan morgen. Zo, er vloog een pluis voorbij. Dus
Ja, ik vind het wel lekker. Even lekker verplenst water is goed voor de tuin ook. En het is ook gelijk een beetje voor de verkoeling, want het is echt, het is bloedheet. Ik ga helemaal kapot van de hitte. Dus voor mij mocht het wel weer gaan regenen. Nou, Dribbel, die zit al lekker voor de deur. Kijk hem kijken. Heb ook echt zo'n blik van, ja, wat ben je nou allemaal aan het doen? Prachtige beest hier. Het is ook zo lekker beest. Drippie! Het is een lekker beestje. Nou, hier heb ik mijn tuin naar dienst. Ik moet nog even mijn waterornament even nakijken, want die deed het niet. Ik zal hem eens even voor de gein. Zal ik eens even kijken of dat hij het nou wel doet. Maar mijn waterornament doet het niet meer. Ik denk dat er iets. Een verstopping of zo. Zo, de deur die slaat elkaar dicht. Hé, hey, Boquito. Boquito, die komt nou ineens even kijken. Die heeft natuurlijk mij horen roepen naar Dribbel. En dan komt dat meneertje even kijken. Ik ga dus even kijken of dat het waterornament het nu wel doet. En anders moet ik hem even weer uitzetten. En dan moet ik hem helemaal afkoppelen. Want er is iets mee wat niet helemaal goed is. Er zit een kleine verstopping in. Nou, hij doet het helemaal niet nou. Hij doet het helemaal niet. Is er toch aan de hand met dat ding? Er komt helemaal geen water in. Er zit toch nog genoeg water in. Kijk. Hij druppelt wel. Maar het lijkt wel dat hij verstopt is of zo. Er zit een slak ook in. Weg met die slak. Eens even kijken wat ik dit een beetje kan verwachten hoor. Ik ga het even wat anders doen. Zo, ik ga even die camera's even zo doen. Hoppa. Laten we eens even kijken wat er aan de hand is. Gezien. Het slangetje zit helemaal, is helemaal verstopt. Dus dat hele slang, die hele slang die is vies. Dat is dus hetgene waarom die het niet doet. Er is allemaal rotzooi ingekomen. Dus ik moet even het slangetje even schoonmaken. En dan doet hij het ook weer. Ik heb hem even uitgezet. Even kijken hoor, want ik heb hier nog een papiertje. Ga ik hem eens even uit elkaar halen. En dan ga ik eens even kijken of ik hem kan fixen. Zo, nou. Ik heb hem even doorgeblazen. En warempel. Hij doet het weer. Hij doet het weer. Er zit nou tenminste weer een mooie straal in. Hij is nog wel een beetje. Kijk hoe die beweegt. Hij beweegt nog heel erg raar, maar goed. In ieder geval doet hij het lopen weer eventjes. En dat was eigenlijk mijn bedoeling. Want het water moet een beetje door blijven lopen. Want anders dan wordt het water vies. Dus ik wil hem eigenlijk zoveel mogelijk aan hebben met het warme weer. Dan blijft het water tenminste lekker vers en schoon. Dus dat heb ik ook weer gedaan. Is ook weer gefixt. Zo, nou, dan gaan we maar. De deur kan eigenlijk wel even open blijven, want het is bloedheet. Zo. Hoppa. Zo. Nou, dat hebben we ook weer gedaan. Die laat ik wel even aanstaan. De computer gaat ook lekker. 71% net al. Dus die Winter Efteling vlog die staat er ook binnenkort op. Ik ben helemaal moe. Dus het gaat allemaal wel goed komen. Nou, ik ga in ieder geval even weer de vlog afsluiten, jongens. Het was even een random vlogje weer. Ik heb weer even niks zinnigs te zeggen. Ik heb in ieder geval alles gezegd wat ik wou zeggen. In ieder geval, moeten jullie mijn kanaal in de gaten houden. Want er komen nog hele leuke video's van de Efteling. De Tilburgse kermis. En er komen nog een heleboel leuke video's aan. Dus hou zeker weten het kanaal in de gaten.
Nou, ik ga nog even verder rommelen hier. En dan spreek ik jullie allemaal weer. De groetjes van deze kant. Abonneer op mijn kanaal. Ja, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk eventjes. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Druk alle notificaties aan. Like deze video, geef hem even een blauwe duim omhoog. En ik... voor mij heb ik alles gezegd zo. De groetjes allemaal van deze kant. En ik spreek jullie allemaal gauw weer, hè. Morgen komt er wel weer een nieuwe vlog. Dan ga ik wel weer een nieuwe vlog even online zetten. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe.